schilderij is uiteindelijk een heel organisch ontstaan ding wat, wat in zo'n omgeving past. Of wat ook een weerslag is van een hele tijd van handelen. Van links naar rechts, over wat doe ik, zijn er dingen aan de hand. En dat gesprek dat de schilderij met mij voert, hè, of met zichzelf voert, daar houdt me dan bezig. Dan denk ik van, hoe krijg ik nou die kracht uit dat schilderij, wat het oproept? Hè? Wat is dat? En, alsof dat schilderij bijna een levenswezen is waar ik mee aan de slag ben. En dat speelt zich nooit op één schilderij af, dus bij mij speelt zich dat af op een stuk of 20 doeken tegelijkertijd. Dus ieder schilderij heeft zo zijn eigen verhaal en ze hebben bovendien ook nog een verhaal onderling met elkaar uit te vechten. En in één schilderij kan ik dit vertellen en het andere schilderij kan ook nog een aanvulling worden op dat verhaal. Ja, en om dat dan goed in kaart te krijgen, dat is bijna ondoenlijk, want die dingen zijn in zichzelf en daar moet ik me dan maar aan overgeven. Ik volg het spoor en het spoor dat moet het dan zijn. Door alles te versnellen en alles vies te maken, alles in mijn handen te hebben, alles te voelen en te ruiken en te doen, ontstaat dan een soort ding wat als het ware in het onderbewustzijn ontstaat. En dat zijn meestal de goede momenten. Dat zie je aan de schilderij, dan is het als niet geforceerd, dan is het een vanzelfsprekend object geworden. En de grote betovering van het schilderen zit voor mij in de illusie van de diepte. Dat je erin kunt stappen. Door de manier van schilderen kun je daar enorm mee manipuleren. Dat is voor mij wel de grootste spanning die in het maakproces zit. Alsof je in een diep zee kunt duiken en alles kunt beleven. Of als dat je in een wolkpartij kunt zitten. Nou, dan neem ik wel hele figuratieve beelden als uitgangspunt. Maar puur abstract kun je ook in een kleurvlak gezogen worden. Of, een soort perspectief ervaren. Het schilderij is voor mij ook, denk ik, steeds een kijk in een andere wereld. Een wereld die we niet kennen, die er niet is. En vandaar dat die figuratie, die figuratie bij mij vaak eruit geschilderd wordt. Omdat dat de wereld is die we kennen. En die verhalen, daar wil ik me niet. Daar wil ik me niet in begeven met het schilderen.